Geachte aanwezigen, het is vandaag 4 mei. We stonden zojuist bij het herdenkingsmonument in het hart van Opheusden. Samen gedenken wij alle slachtoffers die waar ook ter wereld omkwamen in de Tweede Wereldoorlog en na die tijd tijdens conflicten en bij vredesmissies. Niet een zichtbare vijand zoals in 1940, 1945, maar een minuscuul onzichtbaar virus maakt dat wij evenals vorig jaar in een beperkt gezelschap bijeen zijn. Maar in gedachten zijn wij verenigd en voelen wij ons verbonden met elkaar. De oorlog, het ging ook Opheusden niet voorbij. De ouderen onder ons kunnen ervan verhalen. In mei 1940 werden zij geëvacueerd. Velen werden in schuiten naar het westen gevaren en daar opgevangen. We lagen immers in de frontlinie van de Grebbeberg. Na de capitulatie keerden zij terug. Maar in 1944 verhevigden zich de gevechten. De Betuwe werd frontgebied na de mislukte slag om Arnhem en Opheusden lag wederom letterlijk in de frontlinie. Opnieuw werden de bewoners geëvacueerd, niet voor even, maar nu langdurig. Velen zouden elkaar pas na de bevrijding terugzien. Tussen september 1944 en de bevrijding bloedde de Betuwe. Militairen uit de Verenigde Staten, Engeland en België vochten in dit gebied tussen Rijn en Waal. En het was een hevige strijd. De slag om Opheusden wordt met ontzag als een van de zwaarste genoemd in de annalen van de Amerikaanse 101e Airborne Divisie, de zogenoemde Screaming Eagles. Vele luchtlandingssoldaten gaven hier hun leven. Zij stierven voor anderen. Voor mensen in een land ver weg en die zij niet kenden, om aan hen, aan ons, de vrijheid te schenken. Na mei 1945 troffen de teruggekeerde bewoners een verwoest dorp aan. Zij raapten hun moed bijeen en begonnen aan de wederopbouw. Het monument waar wij zojuist stonden met zijn drie panelen verbeeldt deze strijd en verbindt ons voor altijd met hen die meestreden en met hen die omkwamen. Het paneel voor de Belgische vrijwilligers Brigade Piron met de leeuwenkop. Het paneel voor de 101e Amerikaanse Airborne Divisie met de Screaming Eagle. En het paneel der nagedachtenis aan de inwoners uit Opheusden die tijdens de oorlog omkwamen. En niet ver hier vandaan, op de grens tussen Opheusden en Dodewaard, is het monument Vliegers in het Vuur. Dat symbool staat voor de vele vliegtuigen die boven Nederland en ook op Neder-Betuws grondgebied zijn neergestort. Het staat symbool voor de heldenmoed van de bemanningen die op weg waren naar een missie boven vijandelijk Duits grondgebied of op de terugweg daarvan. Vandaag herdenken wij hen en al die andere medeburgers en militairen die het hoogste offer brachten voor onze vrijheid. Wij herdenken hen die om hun Joods zijn of anders zijn werden vermoord. Zij zijn voor ons symbolen van moed en van droefheid, van hoop en wanhoop. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat hun offers niet te vergeefs gebracht zijn. Ook nu zijn er mensen die leven te midden van oorlog en onderdrukking. Wij zien bijna dagelijks in de media de beelden van medemensen die proberen te overleven. Ik denk bijvoorbeeld aan Syrië, aan Afghanistan. Medemensen die op de vlucht zijn. Medemensen in kampen. Doen wij wat mogelijk is om hen te helpen, zoals wij in de Tweede Wereldoorlog geholpen werden door ons onbekende Poolse, Britse, Canadese en Amerikaanse jongens? In onze eigen maatschappij hebben medeburgers ook moed nodig om door te gaan. Ik denk aan hen die geconfronteerd worden met racisme, discriminatie en uitsluiting. Reiken wij hen de hand? Helpen wij hen omdat wij voorheen ook geholpen werden? Slachtoffers van oorlog en geweld die wij nu gedenken, werpen ons de fakkel van de vrijheid toe. Dat wij in onze eigen omgeving, maar ook samen die fakkel brandend mogen houden. Laten we in onze eigen omgeving, in de buurt, op school of op ons werk een lichtend voorbeeld zijn hoe je vrede bewaart.
Laten we elkaar de verhalen blijven vertellen over hoe de oorlog was en over het voorrecht wat wij samen hebben mogen, namelijk leven in vrijheid. Dat is de opdracht voor ons allen, vandaag, morgen en in de verdere toekomst. Vrijheid is immers nooit vanzelfsprekend. We gaan straks deze plaats weer verlaten en een ieder vangt het werk weer aan dat op zijn schouders is gelegd. En ik hoop in het besef van de inhoud van het zesde couplet van ons volkslied dat we in normale omstandigheden hier samen gezongen zouden hebben. Mijn schild en de betrouwe, zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer. Bedankt.